Ja, John Lommers, waaraan merk je in de beslommeringen van alle dag dat de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor de deur staat? Ik merkte het gelijk wel een beetje aan de focus hoe we getraind hebben vandaag. Als je zag hoe scherp we begonnen. Je hoefde niks te zeggen. En normaal moet je wel eens zeggen, dit doen we fel en dit doe je wat minder. En die focus die was gelijk vanaf de eerste minuut aanwezig. We hebben daarna twee tactische blokjes. Dat vind ik altijd, met name ook voor de wisselspelers, het moeilijkste onderdeel. Hè? Want je moet eigenlijk in de huid kruipen van de Graafschap. En dat is niet makkelijk, want je wil ook je eigen spel een beetje spelen. En ik vond dat uitstekend gaan, met name ook die jongens die tegenover ons stonden. En ook de uitvoering bij mijn team was daarin heel erg geconcentreerd en heel erg goed. Dus, en dan hebben we nog een keer een blokje tactisch gedaan. En we zijn afgesloten met echt ontspannen. En dat was ook echt ontspannen. Was het moeilijk om in die korte tijd die er tussen de wedstrijd bij Vitesse zit en deze wedstrijd, om die teleurstelling overboord te zetten? Nee, want dat hebben we eigenlijk heel goed kunnen doen om de dag erop hebben gesproken. Hebben ook gezegd van god, nou, hoe kunnen we dit nou voorkomen? En daar hebben we nog wat afspraakjes over gemaakt. Afspraakjes in de zin van we moeten de focus altijd houden. En dat kun je met simpele dingen kun je dat nog scherper zetten. En dat hebben we gedaan. Dus die afspraken zijn duidelijk. En daarna hebben we ook gezegd van het goede wat we mee moeten nemen is het voetbal. En we hebben kansen gecreëerd. Die heb je niet gemaakt. Dat kan. Je kan kansen kan je creëren en je kan ze maken en je kan ze missen. Alleen we creëren heel veel. Nou, dat is voor ons een basis om tegen de Graafschap te gaan spelen. Want je moet kansen gaan krijgen. En dat hebben we meegenomen. En eigenlijk vanaf gisteren hebben we weer onze focus op de Graafschap kunnen zetten. De focus op de Graafschap dus. Is het in die dagen dan vooral ook heel veel praten over zo'n tegenstander? Nee, beelden laten zien. Aangeven wat je kunt verwachten. Hoe dat ze gaan spelen, waar hun krachten liggen, waar onze kansen liggen. Dat hebben we gisteren gedaan, dus we hebben ze gisteren al iets meegegeven. We hebben ze gisteravond over na laten denken. We hebben vandaag tactisch iets weggezet. We gaan direct nog videobeelden kijken van de corners, vrije trappen. Dus alles proberen te tackelen wat kan helpen. En dan is de insteek die je neemt tegen de Graafschap uitgaan van je eigen spel? Uitgaan van je eigen spel, voetbal. En je kansen maken. Want wat dat betreft is de Graafschap een ploeg die je op die manier moet bestrijden in jullie visie. Je moet niet meegaan in het spel dat de Graafschap speelt. Maar je moet nadrukkelijk uitgaan van wat je zelf kunt. Ja, je geeft het eigenlijk goed aan. Dus als je meegaat in het spel van de Graafschap, dan ga je verliezen. Als je je eigen spel kunt spelen zoals wij kunnen voetballen, dan heb je kans, dan ga je winnen. Dan heb je geen kans, dan ga je winnen. Nou is het een wedstrijd waar de consequenties in die zin erg groot van kunnen zijn dat als je hem verliest dat het over is. Dat is iets waar weinig spelers denk ik mee te maken hebben gehad in hun carrière, in hun vaak prille carrière. Is dat dan ook nog een aspect wat jullie er bijzonder hebben uitgehaald, waar jullie iets met ze hebben gedaan? Nee, want ik vind je moet een wedstrijd, elke wedstrijd moet je spelen om te winnen. En dat moet je morgen helemaal. Dus als je daarover na gaat denken, is dat niet goed. Dat heb ik ook gezegd, voetbal is voetbal en voetbal is vooral plezier. En plezier heb je als je niet achter de bal aan moet lopen. Dat heb je op het moment dat je kunt voetballen en dat je leuke dingen met de bal kunt doen als ploeg. Maar ook individueel. Nou, en dat is het allerbelangrijkste en dat moeten we morgen ook uitstralen. Wat dat betreft gaan jullie ook niets anders doen in voorbereiding naar die wedstrijd? Nee, ik heb nog wel gevraagd of er eventueel geld was om een dag eerder weg te gaan. Nou, dat was er niet. Nou, dan houdt dat op. Daar heb je mee te maken bij Excelsior. En dan moet je gewoon dezelfde voorbereiding pakken. Is dat niet iets wat opvallend is? Dat als jij van mening bent dat zo'n dag eerder weggaan, dat eigenlijk de prestatie ten goede komt. Daar hangt wel heel veel van af. Er staat wel op het spel of jullie in de eredivisie blijven, ja of nee. Dat dan niet mogelijk is. Ja, maar garanties heb je daar niet mee, want dan hadden ze het wel gedaan. Dan had dat geld denk ik wel aanwezig geweest. Maar op het moment dat ze dat aangeven, en dat heb ik wel eens meer gezegd, op het moment dat ik een speler wil, maar de club die kan hem niet aantrekken omdat we al genoeg spelers hebben of omdat er geen geld is, dan heeft het voor mij geen zin om daarover door te zeuren. Datzelfde, Jordi van Deel is er morgen niet bij. Ja, dan kan ik wel over Jordi beginnen. Dat heb geen enkele zin en dat is hier eigenlijk hetzelfde mee.
Nou is het zo dat in de afgelopen weken ten eerste het vervelende nieuws kwam voor jou dat jij niet als trainer door kunt bij Excelsior. Daar kwam die nederlaag bij Vitesse overheen. Nou gaat er in die week ook heel veel aandacht uit naar jou, hè, van media die daarover met je willen praten. Wellicht dat er ook interesse van andere clubs loskomt. Is het lastig om dat van je af te zetten, om daar niet mee bezig te zijn in deze fase? Nee, dat is niet lastig, want dat heb ik ook al vaker gezegd. Ik ben in dienst tot 1 juli hier. Ze hebben mij de kans gegeven om hier trainer te worden. Dat is een teleurstelling dat je niet de kans krijgt om het af te maken. Want ik denk dat je iets behoorlijks hebt weggezet. Een basis waarop je voort kunt borduren. Alleen de feiten liggen er dat ik nog 3 weken in dienst ben. En dat ik die 3 weken zo goed mogelijk af wil sluiten. Ten eerste voor Excelsior, maar ook voor mij en voor de spelers. We hebben keihard gewerkt met z'n allen. En het zou mooi zijn als we dat mooi af kunnen sluiten. En hoe zit dat dan als er een club belt, gooi je gouden hoorn erop? Nee, ik heb een zaakwaarnemer. Dus die gaat daarmee om. En die weet ook dat we op dit moment deze focus hebben. Maar dat moet je plannen tussendoor. Maar ik zeg al, mijn prioriteit ligt bij Excelsior. En hij houdt wat dat betreft jou niet tussendoor op de hoogte? Nee, maar hij is wel bezig, dat weet ik. En als er iets komt dat heel concreet is en dat snel is, ja, dan moet je daar ruimte voor zoeken. Maar dat zal dan wel achteraan moeten sluiten, want eerst is Excelsior aan beurt. Tot slot hierover, een club die veelvuldig wordt genoemd is Helmond Sport. De link met jou is dan ook al eenvoudig gelegd. Reageer daar eens op. Ja, maar Helmond Sport is een club die vrijkomt. En dit bericht is net naar buiten gekomen. Dus dan heb je al snel 1 en 1 is 2. Ik weet er verder nog niks vanaf, dus... Ja, dat is heel makkelijk gelegd, die link, maar we moeten het allemaal nog zien. Zou wel praktisch zijn, toch? Ja, nee, het is praktisch. Ik denk dat het zelfs verder weg is naar Helmond van mij uit als naar Rotterdam. Maar ik laat het op me afkomen en ik ben klaar voor een ander iets, voor een nieuwe omgeving. En wat dat wordt, dat zien we wel. Dus laat het duidelijk zijn, je staat er wel voor open, alleen je wilt er nu nog niet nadrukkelijk op ingaan. Ik sta overal voor open. Dan weten we dat. Tot slot, neem ons even mee naar die wedstrijd van morgen. Die razend belangrijke wedstrijd bij de Graafschap. Hoe ziet de voorbereiding van de trainer eruit? Gaat hij vanavond vroeg naar bed om morgen helemaal scherp te zijn? Hoe zit dat? Nee, de trainer, ja, misschien dat hij vroeg naar bed gaat, maar dat is niet om te slapen misschien. Maar dat weet ik nog niet. Dus de voorbereiding is gewoon hetzelfde als elke andere wedstrijd. Wij hebben straks alles klaar, dus wij gaan nog wat eten hier met de trainers. En dan praten we nog een beetje na. Dan zit in principe ons grootste werk erop. En dan komen we morgen vroeg hier, of morgenmiddag hier op de club. En dan gaan we nog een bespreking, de puntjes op de i zetten, zoals het zo mooi heet. En dan gaan we de bus in. En voordat je naar buiten gaat, ja, dan zul je misschien een iets andere speech houden als dat je normaal doet. Dat ze in ieder geval heel scherp buiten komen. Maar ik vind dat onze jongens altijd wel scherp naar buiten komen. Speelt Excelsior volgend seizoen nog in de Eredivisie? Ja,